Hallo jongens, I'm Denise en dit is Fashion Dilemma's. En deze aflevering heb ik voor jullie weer eens een BH-hack. Ik vind het echt een gouden tip, want het heeft mij namelijk de hele zomer echt er doorheen geholpen. En ik dacht, dit moet ik met mijn kijkers delen. En nu kreeg ik ook nog eens een Fashion Dilemma binnen waar die perfect bij past. Dus ik ga het zo meteen onthullen. Natuurlijk heb ik veel meer dilemma's binnengekregen. Ik vind het nog steeds zo leuk. En via allerlei wegen krijg ik ze binnen. Dus ga daar vooral mee door als ik weer een oproepje heb geplaatst op Instagram. Natuurlijk zijn er niet alleen maar dilemma's. We hebben ook de Fashion Break. En daarin laat ik jullie een haarstijl zien die dit najaar echt niet mag ontbreken in je haardracht. Want het past zo goed bij de trends die nu gaande zijn. En natuurlijk is er ook de fashion stelling. En dit is de uitslag van de stelling van de vorige aflevering. Deze aflevering praten we daarin nog even door over ondergoed. Dus ik zou zeggen, doe alvast een duimpje omhoog. Dan gaan we gauw kijken naar het eerste dilemma. Ik zie steeds meer riempjes en ceinturen in de winkels hangen met mooie gespen. Hoe kun je die in een outfit combineren? Dit vind ik een heel leuk dilemma, want ik heb namelijk zelf ook al die riempjes zien hangen. Zulke leuke heb je ook bij Forever 21 met van die rondjes. Ik heb laatst ook op internet 2 hele leuke besteld. Later komen die nog in de shoplog voorbij, maar één daarvan laat ik jou nu in een voorbeeld zien. Je kunt van die ceinturen het beste dragen met van die lekkere lange truien, waar je dan een heel klein beetje je middel mee kan aangeven met zo'n ceintuur. En tegelijk kun je je outfit daar weer wat stoerder mee maken door bijvoorbeeld de gesp die eraan zit, in dit geval een slang. En ik vind dat gewoon heel leuk om mee te experimenteren in een outfit. Dus laat me zeker even weten wat voor riempje jij hebt gevonden en hoe je hem nu gaat combineren. Ik heb een donkerrode kooltrui die ik nu combineer met een gewone spijkerbroek of een zwarte broek. Dat vind ik saai. Hoe kan ik die rode kooltrui anders combineren? Kooltruien kun je echt op allerlei manieren combineren. Tegenwoordig heb je zoveel kledingstukken waar je het zelfs onder kan dragen. En één daarvan is een overgooier, maar doe dat nou eens net eens een tandje anders. En kies voor bijvoorbeeld een leren overgooier zoals deze. Dan geef je de trui gelijk een veel chiquere en nettere look. En komt hij weer heel anders over dan dat je hem op een broek draagt en lijkt het gewoon net alsof je een nieuwe trui hebt. Ik zou zeggen, probeer het eens uit en laat me even weten of het is gelukt. Je kent dat wel, je hebt een mooi nieuw lingerie setje gekocht en je doet het aan onder je kleding en je voelt je gelijk stukken beter. Of is dat eigenlijk gewoon onzin en voel je je helemaal niet beter? Ik heb deze stelling aan jullie voorgelegd. Met een nieuw setje lingerie onder je kleding voel je je echt stukken beter en misschien wel een beetje zelfverzekerder. Ik voel me echt altijd wel beter in een nieuw setje lingerie en niet alleen omdat ik me mooier voel, maar ook omdat het gewoon comfortabeler zit dan een oud setje. Ik ben het mee eens, omdat je hebt nieuw ondergoed gekocht en je voelt je meteen wat frisser in je kleding. Ook al zie je het niet, is het toch wel fijn ook als het nieuw is. Als je een nieuw setje hebt, dan voelt het gelijk ook veel beter aan en ziet het ook gewoon veel mooier uit als je je kleding eroverheen hebt. Deze meiden hebben het geluk om in de video te zitten. Wil jij nou ook je mening laten horen? Doe dat dan even via de poll of in de reacties hier beneden. Dan gaan we gauw door naar de Fashion Break. Ik kwam deze haarstijl tegen op Pinterest en ik dacht, die moet ik met jullie delen. En ik ga laten zien hoe je hem bij jezelf kan maken. Stap 1 is, maak een paardenstaart en dat kan hoog op je hoofd, laag op je hoofd. Gewoon op de hoogte die jij het leukst vindt om een staart te dragen. Dan pak je er een willekeurig sjaaltje bij dat ongeveer deze lengte heeft. En die knoop je om je staart heen, dat doe je door hem onder de staart te leggen. En vervolgens aan de bovenkant een knoop te maken en de uiteindes laat je gewoon hangen. En dat geeft echt een heel leuk effect aan je saaie staart. En daarnaast kan het je outfit ook nog even net wat beetje extra geven. Ik heb een blauwe pantalon met witte strepen, maar welke warm kledingstuk kan ik daarna ook dragen wat er leuk bij staat? Ik heb toevallig ook die broek en ik krijg er steeds dilemma's over binnen. Hoe je hem moet combineren, hoe je hem wat minder netjes kan laten lijken. En jij vraagt wat voor trui je erop kan dragen. Dit is denk ik een van mijn favorieten, omdat er namelijk een heel klein wit streepje in de broek zit. Zou ik gaan voor een lekkere wollen witte trui die een beetje oversized is, waardoor die ook nog eens heel lekker zit. En dat ziet er dan ongeveer zo uit. Kijk of je zo'n trui in je kast hebt of koop hem anders en dan heb je een heerlijke outfit volgens mij. Hoi Denise, ik heb best veel leuke lichtgekleurde shirts, maar als ik er een BH onder draag, schijnt die door en ik heb en wil geen huidkleurige BH's kopen.
Heb jij een tip? Ik hoop dat je kan helpen. PS, je bent geweldig. Dankjewel. En ik heb daar dus zeker weten een tip voor. Want ik heb namelijk zelf ook het liefst gewoon mijn donkere BH's. Daar hou ik nou eenmaal van. Maar ja, als je die onder een wit shirt of een licht gekleurd shirt aan hebt, dan valt die gewoon heel erg op. En je wil ook niet overal een huidkleurig hemd onderdragen, want sommige shirtjes vallen korter. En dan wil je dit niet zien, maar gewoon een stukje van je buik. Dus hier komt-ie. Ik heb deze zomer bij Zeeman voor €1,50 deze tops gekocht. En vooral deze huidkleuren is geweldig. En waarom is die nou geweldig? Niet om hem zo te dragen, maar door deze top kun je gewoon je normale BH aandoen. Daaroverheen deze. En de kleur is dan gewoon in één keer opgelost en je hebt toch nog je lekker zittende BH aan. Dit is gewoon echt zo'n simpele oplossing dat ik daar niet eerder op was gekomen. Ze zijn dus maar €1,50, dus ik zou dit zeker proberen als je niet van huidkleurige BH's houdt of als je die even niet hebt en het geld niet hebt, dan is dit denk ik echt de oplossing. Aankomende week kan ik jullie alvast verklappen, komt er een hele andere video dan dit online. Dus ik zie jullie heel graag dan om 4 uur weer terug. Vergeet niet om nog even te abonneren. Doe een duimpje omhoog als je dat nog niet had gedaan. En dan bedank ik jullie heel erg voor het kijken. Tjalla's! Disclaimer voor degene die nog kijken. Ik heb deze video helemaal opnieuw moeten opnemen. Vandaar dat jullie dilemma's gesproken er niet in zaten. Dus sorry als het jouw dilemma was en je zit er niet met je gezicht in. Ik heb overal gezocht waar mijn SD-kaartje was, maar ik ben hem gewoon kwijt. Dus sorry, maar ik heb jullie dilemma's er wel in gedaan. Dus ik hoop dat je het herkent.